Jur Schrijvers, het gevoel na de partij van vandaag bij de supporters, dat was vooral woede. Hoe zit dat in de kleedkamer? Ja, ik denk dat dat gevoel wordt gedeeld. Teleurstelling en heel veel frustratie. Dat is ook gebleken uit de laatste fase van de wedstrijd. Akkefietjes, opstootjes. En ik kan de supporters perfect begrijpen. Dit is een wedstrijd die je niet had moeten verliezen. Je hebt kansen om op voorsprong te komen, een bal op de deklat. Kansen die we in de weken ervoor niet gecreëerd hebben. En die we dan vandaag ook niet kunnen afmaken en dan op een counter lopen. Dat is heel zuur. Het begin van de partij was goed, maar na de 1-0 hebben we zo weinig concreets gecreëerd. En dat was ook het frustrerende, denk ik. Het laatste kwartier, geen kansen. Ja, maar dat is ook wel ergens logisch, denk ik. Moeskoen komt op 1-0 dan. En dan gooien ze gewoon alles toe. Dat is hun verdienste ook. En dan proberen ze ook nog op de counter een paar keer of de bal bijhouden. En dat zorgt voor frustraties. Maar ik denk dat we het voor die 1-0 hadden moeten doen. Met de kansen die we creëren in het begin van de eerste helft en in het begin van de tweede helft. En als je die dan niet maakt, dan maak je Moeskroen ook wakker. En attent van het feit van, oké, Beveren is gevaarlijk. En dan spelen ze ook net iets defensiever. En dan moeten we risico's nemen met een verdediger eruit voor een aanvaller. En dan heb je de kans om op een counter te lopen. En dat is helaas gebeurd vandaag. Scoren is sowieso al een heel seizoen het probleem. We zitten nu... Het is een pijnlijke statistiek die ik niet graag meegeef, maar we zitten al meer dan 5 uur zonder gescoord doelpunt. Dat is, met zo'n cijfers is het heel moeilijk in eerste klasse blijven. Ja, ik zeg het ook niet graag, maar dan is het misschien verdiend dat je eruit gaat. En dat is iets wat ik met pijn in het hart zeg, maar we kunnen gewoon heel moeilijk scoren en op training wordt erop gewerkt. Maar in de wedstrijd is het misschien net dat tikkeltje geluk dat ontbreekt of een ingeving. En dat is dit seizoen al iets te vaak gebleken. Er moet veel gebeuren als we het behoud nog willen verzekeren, maar er is nog wel een waterkant tegen A-Gent. Ja, dat is het. Er is nog een waterkans en we moeten die proberen te grijpen. En nu mogen we gewoon niet kijken naar de andere ploegen, want we weten dat het niet in onze eigen handen ligt. Want zelfs als we 3 punten halen, moeten we nog hopen op een overwinning van Cerkel. Dus de kans is klein, maar we gaan er wel vol voor gaan. Dat zijn we verplicht aan de supporters. Dankjewel.